Oh, Jezus. Ja, de friet! Nu doen we erbij. Nee, nee, ik heb nog geen friet. Ik heb friet! Lekker man, bro. Oh, dat is een hele grote bij. Tweede, oh, hij heeft een hele grote, maar dat is de tweede van de dag. Let's go. Oké, weer een gondel. Hij is echt heel mooi. En nu valt hij er serieus af. Oh, ik heb het op beeld staan ook nog. Wat is dit van onze, dames en heren? Nu kijk, hij ligt hier heel, heel rustig, rustig. Rust. Hij is heel wild, deze. Kijk, deze is heel wild. Dat is heel erg irritant. Ik wil hem heel voorzichtig oppakken. Kijk. Nee, wel een mooi visje. Oké, dames en heren, ondertussen is het avond. En jullie zullen vast wel denken, wat is dit voor een weirdass of een rare begin van de week vlog. Ik heb eigenlijk een keer niet het moment kunnen vinden om rustig even goed de week vlog te starten. Dus bij deze alvast, ondanks dat ik er vast wel in heb gezet, ook nog heel erg bedankt dat jullie kijken naar deze video. Mijn naam is Floris. Dit is een deel van de weekvlog. Zoals jullie hebben kunnen zien ben ik bezig vissen. En heb ik ook met Ballonfestival wat toffe dingen gefilmd. Omdat het één dag extra doorging. Het vissen was best wel dope. En ik heb geprobeerd zoveel mogelijk in de vlog te doen.
En het is vandaag dinsdag dus. En het is al ondertussen avond. En het is 9:30. Ik heb mijn wekker vanmorgen op 8:30 staan. Want morgen om 9:30 word ik opgehaald door mijn oom en mijn tante en mijn nichtje. En ga ik samen met mijn nichtje. Want ik kijk heel even naar het schermpje, sorry. Dan ga ik samen met mijn nichtje naar Toverland. Ik kan niet in 8 banen filmen zoals jullie weten. Misschien een paar. Maar wel buiten 8 banen. Dat is super tof. Ik ga mijn camera meenemen. Ik ga mijn telefoon meenemen sowieso. En dat wordt super tof. Ik ga samen alleen met mijn nichtje. De ouders van mijn nichtje of wat oma en mijn tante. Die gaan gezellig samen eventjes naar het centrum daar in de buurt. En wij gaan samen naar Toverland. Ik neem eten en drinken mee. Ik ga dan ook nog waarschijnlijk even in de avond een frietje halen. En ze hebben een hele toffe 8 baan. En ik hoop echt binnenkort een GoPro te kunnen halen. Want dan worden mijn video's nog dikker. Dan kan ik gewoon als ik naar een 8-baan ding ga, kan ik gewoon in 8 banen filmen. Plus binnenkort komt er een extra video online op mijn gamekanaal. Normaal doe ik geen extra video op mijn gamekanaal. Van bijvoorbeeld een Q&A of whatever. Maar er komt wel soms inderdaad een extra video online. Zoals een setup video of een info video. En dit keer komt er een video. En die gaat over mijn microfoon. Zoals jullie nu hier kunnen zien, staat een microfoon op een standaardje die van mijn broer is. En ik weet dat ik geel licht heb, maar ja, buiten is het ook donker, dus het heeft geen nut. Ik ga een microfoon halen en de standaard komt dan vanaf daar omhoog en die loopt dan hierheen en dan krijg ik hem deze, alleen dan in het zwart. Ook met een popfilter voor en daardoor worden mijn video's voor het gamen nog toffer. Dus wil je dat nou zien, hou even mijn gamekanaal in de gaten. En dan zie ik jullie denk ik morgen weer, want ik heb niet meer te vertellen dan dit. In ieder geval een heel tof begin van deze week vlog. En al mooie visjes gevangen. De ene waren ongeveer zo. Een beetje van handpalmformaat. En de andere waren mijn hele handformaat. Dat hebben jullie ook kunnen zien, waarschijnlijk ook in het thumbnail. Ik ga proberen nog meer vis te gaan vangen. Ik heb nog een klein weekje vakantie, iets minder. Ongeveer 5 dagjes. Dan moet ik weer naar school. En dan zullen de vlogs weer wat minder worden. Maar als ik tijd heb om te vissen, ga ik sowieso vissen. Want dat is super tof om te filmen. En sowieso even dikke shout-out naar wat mensen die daar waren. Die mee wouden doen voor mijn video. Met vissen. Die ook vissen wouden laten zien. En voor de mensen die gefilmd hebben voor mij. En ik ga nu zo meteen wat nog brood smeren. Even nog op internet die microfoon opzoeken. En dan ga ik lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer bij een hele toffe dag. Waarbij ik samen met mijn nichtje naar Toverland ga. Phoenix, let's go. Let's go to Phoenix. Right wand, left wand. Ah, gewoon links, gewoon links, gewoon links. Nou boeit het toch wel, man. We hebben ijs, jongens. Wat was dit toch al eens eerder? Dit was Cyril of zoiets. Nee, ik heb Sunday chocola. Maar dit is Cyril of zoiets. Pizza! Oké, dames en heren. Ondertussen is het avond. En ik had vandaag een superleuke dag samen met mijn nichtje. We zijn in best wel wat attracties geweest. Eigenlijk allemaal die we wel wilden. Phoenix, Dwervelwind, Troy, het schip, binnen 1 keer in de trein, Boosterbike en nog wel meer wat andere dingetjes, zeg maar. En het was super leuk en ik heb een leuke dag gehad. En morgen weet ik nog niet precies wat ik ga doen. Maar over 1, 2, 3, 4, 5. Over 5 dagen is de vakantie voorbij. En over 6 dagen is de eerste schooldag weer. Iets meer dan 5 dagen. En ik heb best wel veel zin in. Ik ga nu naar de 3e van MAVO op mijn letter Gave. En daar heb ik dus best wel veel zin in. En misschien dat ik zo meteen mijn microfoon ga bestellen. En ik hoop dat hij dan ook snel binnen is. Dus dan ga ik nog heel even vragen. En ik ga nu wel even denk ik, een gamepje spelen. En misschien wel bellen met vrienden of zo. En dan zie ik jullie morgen weer, denk ik. Want ik denk dat ik niet veel meer ga filmen. Dus ja, ik zie wel hoe de dag verder verloopt dan anders. Tot morgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. En ik heb net gedoucht. Ik heb ook een ander outfitje aan dan gisteren. Meestal als ik douche, dan doe ik dat een ander outfitje aan. Meestal doe ik 2 dagen een outfit aan. En dan daarna weer 2 dagen enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik heb zelf lekker gedoucht vanochtend. En ik heb ook meteen even mijn haartjes een keertje gedaan. En het zit op zich best wel goed, vind ik.
Ik zou eigenlijk vandaag met iemand gaan afspreken, maar diegene die kon niet. Dus dat wordt misschien nog een keer deze week. En anders moeten we even een keer kijken, want we gaan weer richting school. Ik heb vandaag nog, en dan nog donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Dus hierna nog 4 dagen. Dus ongeveer 4-5 dagjes. En dan is het alweer, school, zeg maar. Dat is best wel vervelend. Zoals jullie kunnen zien heb ik hier mijn setup. Oh, ik kwam bijvoorbeeld in mijn stoel aan. Heb ik hier mijn setup al klaarstaan. Ik ga zo meteen Fortnite opsluiten en dan ga ik even een Fortnite video opnemen. Want aankomende zaterdag moet er weer een game video online komen. Als ik dat gedaan heb, ga ik eventjes aan mijn moeder vragen. Of mijn moeder voor mij, of met mij, mijn microfoon kan bestellen. Ik ga namelijk deze microfoon bestellen. Alleen dan in het zwart. En dan nog met een standaard erbij. En nog met een soort filter ervoor. Popfiltertje. Niet erop, maar ervoor. Zodat hij mooi klinkt. Verder is het een hele goede microfoon. En is hij ook heel fijn. Alleen dan ga ik hem niet hiervoor zetten. Maar ga ik hem hierachter zo omhoog hangen. En dan hier naar voren. En dan kan ik hem ook weer uitklappen. Dan heb ik dat gedaan. En als het goed is hij dan morgen binnen. Want vandaag... Oh. Mooi. Vandaag besteld dus voor zoveel uur in huis. Of morgen voor zoveel uur in huis. Dat is super fijn. Dus ik ga dat eventjes doen. En dan zie ik jullie straks weer. Ik zal vandaag gewoon weer een beetje gaan vloggen op de manier zoals normaal. Wat ik deed bij weekvlog 1 tot en met 6 was het ongeveer 6, 7. En dat is gewoon in mijn kamer filmen en vertellen wat ik ga doen. En af en toe nog een keer naar buiten. En in de vorige week vlog vertelde ik jullie al dat er weer wat normale vlogs aankwamen. Dat gaat nu ook gebeuren en ik zie dat mijn lens een beetje vies is. Dus die ga ik zo meteen na dit shot eventjes schoonmaken. Ja, ik ga gewoon mijn best doen om weer voor jullie leuke video's te maken. En ik zei dat inderdaad in de vorige week vlog. Toch is er een hele leuke week vlog online gekomen. En ik ga hem even opnemen en dan zie ik jullie straks weer. Oké, dames en heren, ondertussen zit ik in opname en ik kan dus naar deze camera kijken voor mijn opname zelf en ik kan naar die camera kijken voor mijn vlogopname. Dames en heren, voor in deze game video, wil je deze video nou terugzien, wil je dit stukje terugzien, check dan even mijn vlogkanaal. En als je nou mijn game video wil zien, check dan even mijn game video. Kanaal Astron Gameplay en het kanaal is Florjans. Hier zie ik een wapentje en ik ben een beetje kut geland, dat is vervelend. Dus... Ik moet even dit wapentje hebben. En dames en heren, ik ga eventjes verder met de opname. Oké, dames en heren. Ik heb dus Fortnite verwijderd. En ik heb Fortnite nu opnieuw gedownload. En als het goed is, staat Fortnite nu op mijn D-schijf. En niet meer op mijn C-schijf. Install locations. Browse. Dan moeten we eventjes deze PC en dan moeten we data. Dan map selecteren. Dan moeten we nog eventjes Epic Games doen en dan map selecteren. Maar ik wou dus eventjes zeggen dat die het dus doet. Add a friend. Oké, on Facebook denk ik dan maar. Kan dat? Nee, ja. Oké, hij is dus bezig en als het goed is, staat het nu niet meer op mijn C-schijf, maar op mijn D-schijf. Ja, de launcher staat ook gewoon daarop. Fucking chill. We gaan nu eventjes downloaden. En dat ga ik dus met wat meer dingetjes doen. Ik ga dus kijken van wat staat er op wat grote programma's zijn. Dat ga ik verwijderen en opnieuw erop zetten. En dan installeren op mijn D-schijf. En niet op mijn fucking C-schijf. Anders staat mijn hele C-schijf vol. En dan kan ik bijvoorbeeld ook geen thumbnails meer maken voor de leuke video's die ik maak. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan zie ik jullie straks weer. Oké, dames en heren. Ondertussen is het al weer een stukje later. Het is 9 over 7. Ik ben mijn video aan het editen die ik dus op heb genomen. Zoals jullie kunnen zien is dit hier het begin. Dan krijg je de intro en dan komt de rest van de video. En hij is ongeveer 20 minuutjes lang. Dus het is een kleine preview. Het is Fortnite. Of ik win of niet, dat gaan jullie vanzelf zien. En wat ik dus ook ga doen is in deze lamp die hierboven staat. Daar ga ik kijken of daar witte lampen voor zijn. Ik heb nu spots erin zitten. Dat zijn gewoon de lampen. En die lampjes, die zijn nu met geel licht. En ik ga kijken of ik ze met wit licht kan kopen. En dan ga ik, als dat is, nog eentje kopen, nog zo'n ding kopen, zeg maar. En dan twee van deze lampjes kopen. En dan ga ik eentje hierin zetten en eentje daar. En eentje die daar dan staat, die doe ik dan elke keer er neerzetten als ik ga opnemen. Dat is maar 1 keer in de week, dus dat is niet zoveel. Dan heb ik gewoon wit licht in plaats van geel licht. Anders dan heb je een beetje een oranje gloed. En dat is niet zo mooi. Plus ik krijg dan ook nog mijn microfoon binnen. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik had net heel eventjes geappt met Ralf en nog een vriend van mij. En die gingen dus vanavond vissen. Dus ik ga zo meteen waarschijnlijk eerst eventjes eten. Straks een keertje. Ik ga ook nog vissen. En ik ga hem misschien nog met andere vrienden afspreken. Dus ik moet eventjes kijken. Maar
jullie zien het vanzelf al. Oké, dames en heren, het is vandaag vrijdag en ik ben nu buiten. Iets verderop daar loopt Indy. Ik ben namelijk samen met Indy eventjes naar buiten gegaan. Hij moest namelijk zijn folders doen. En wat zei je? Ja, hij moest zijn folders doen en ik vroeg of hij kon chillen. Maar hij zei, ik moet mijn folders doen, je mag wel meelopen. En ja, het is best lekker weer, dus ik dacht, dat gaan we gewoon lekker doen. Dus we zijn nu in het stadje en hij is de folders aan het doen. En ik heb vanochtend even de game video geëdit die online komt voor deze video. Dus deze video die komt vandaag zondag online. De dag daarvoor, dat is de zaterdag, voor mij is het morgen, komt mijn game video online. En gisteren is er een extra video online gekomen op mijn game kanaal over mijn nieuwe microfoon. Waar ik een tijdje al over aan het vertellen was, zeg maar. Dus die is er nou eindelijk en hij doet het super goed en het ziet er echt dik uit. Mijn hele setup die is nou compleet, zeg maar. Dus ik ga gewoon lekker met Indy mee en als er iets leuks gebeurt, dan zal ik dat wel weer filmen. Oké, mensen, daar loopt Indy en we zijn al een tijdje verder. En hij is bezig met folders. En ik loop gewoon gezellig mee en we zijn gewoon gezellig aan het praten. Want dat is wat wij de hele dag doen. Nee, maar Indy moet alleen nog even deze, volgens mij hier links. Ja, tuurlijk. En dan daarna dan is hij klaar. Nou, we kunnen weer terug. Morgen naar de overkant. Ja. Daar zit ook nog van alles. Oh, dan moet je dat hele stuk ook nog? Ja. Daar woont de vader van een vriend van mij trouwens. Oh, kut. Dat was mijn voet. Maar in ieder geval, we gaan weer verder. Wat wij er gewoon doen is, zeg maar, we zetten onze fietsen gewoon neer op slot. Ik dan wel. Omdat ik hem op slot kan zetten en hij niet. En dan maken we hier een rondje. En dan gaan we daarna weer naar het volgende gedeelte. En ik heb 5 euro gisteren van mijn oma gekregen, om no reason. Dus ik denk misschien dat ik even iets van drinken ga halen ofzo, maar dat zie ik dan direct alweer. Oké, mensen, sorry als het licht in de vorige shots een beetje kut is, maar de zon die schijnt dus ik weet niet precies welke kant ik moet filmen, want de zon staat een beetje boven ons. Maar ik heb dus drinken gehaald eventjes. Indy is ondertussen weer verder gegaan. Het is gewoon heel warm en het is zo'n even chill om wat drinken te hebben. Dus daarom, heb ik dat even gehaald. Maar ik ga dus over 3 kwartier denk ik ongeveer eventjes naar binnen. Want mijn moeder had een pakketje besteld en die komt dus tussen 2 en 6 binnen. En die moet wel aangenomen worden, dus ik ga dan eventjes naar huis. Dan kan die aangenomen worden. Dus dat ga ik doen. Dan ga ik nog eventjes gamen en dan ga ik daarna werken. Dus hier is iemand geboren. Al een tijdje volgens mij. Ja, ik zat er al best wel een lange tijd. Maar in ieder geval, we gaan weer even verder. Jezus, je komt goed uit mijn woorden vandaag. Wij gaan weer verder en dan zie ik jullie straks weer. Oké, dames en heren, het is nu avond. Ik had toen straks eventjes met Indy wat opgenomen. En dat hebben jullie ook allemaal gezien. Dat was best wel gezellig. Ik heb net gewerkt en dat ging best goed. Ik heb 25 minuutjes overgewerkt omdat ik iets moest schoonmaken wat langer duurde. En bij deze ga ik de vlog afsluiten. Het is vrijdag, dus dan gaan we de vlog weer gewoon afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doe zeker een blauw duimpje omhoog. Abonneer hieronder op mijn kanaal. En volgende week een week vlog waarbij ik weer naar school ga. Ik ga na het derde leerjaar en ik heb al op Instagram een poll gedaan. Dan had ik bijgezet wie gaat er naar GMAVO 3B. Dat is de klas waar ik naartoe ga. En er hadden een paar mensen op ik gedrukt. Dus ik weet al een beetje wie er in mijn klas komen. Dus dat is best leuk. En volgens mij gewoon wat toffe mensen en ook wat vrienden van mij. Dus daar ben ik heel blij mee. En tot de volgende video. En dan zeg ik zoals altijd, later.